Het is u vast niet ontgaan, hè? Grote winst voor Forum voor Democratie gisteren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De vraag bij de andere deelnemende partijen is natuurlijk, wat wil Forum eigenlijk? Nou, in de regionale campagnes vielen Forum-kandidaten niet altijd op en een duidelijk verkiezingsprogramma ontbrak. Nou, landelijk heeft de partij natuurlijk wel de nodige plannen. En wij zijn daarom natuurlijk de day after benieuwd wat die plannen van deze partij zouden kunnen opleveren en wat gaan ze eigenlijk kosten. Nou, het wordt geen opsomming op de cijfer en komma nauwkeurig, want de plannen zijn niet doorgerekend door het CPB. En dus moeten we het doen met de cijfers die wel beschikbaar zijn en ook wat ruwe schattingen. Nou, ook zonder verkiezingsprogramma is in een aantal opzichten zeker wel duidelijk waar de partij voor staat. Weg bijvoorbeeld met klimaatmaatregelen, ontwikkelingssamenwerking en ook de opvang van vluchtelingen. Maar wat wil Forum dan wel? We nemen hun belangrijkste speerpunten door. Een eenvoudiger belastingstelsel bijvoorbeeld, met twee tarieven. Een basistarief van 20% en een toptarief van 35%. Nou, veel lager dan nu. En ook veel lager dan het tweeschijvenstelsel dat Rutte 3 in 2021 wil invoeren, met 37% en 49,5%. En dan, de erf- en schenkbelasting en de btw-verhoging moet worden teruggedraaid. Dat bij elkaar scheelt 82 miljard aan belastinginkomsten. Maar het levert ook geld op, want we kunnen tenslotte meer uitgeven. Daardoor stijgen winsten van bedrijven en dat levert ook weer belastinggeld op. Nou, dan de komst van migranten naar Nederland. Dat moet worden ingeperkt. Onder het kopje migratie reserveert Justitie en Veiligheid daar dit jaar zo'n 1 miljard voor. Dat wordt dus minder. En er werken op dit moment zo'n 800.000 mensen uit Oost-Europa in ons land. Maar die betalen wel loonbelasting en leveren ook weer btw op natuurlijk. Dus dat levert in totaal geld op. En dan de EU. Ja, daar is Forum geen fan van. Nu betalen we daar zo'n 4 miljard euro aan. Maar vergis je niet, we krijgen er ook een paar miljard via subsidies voor terug. En als EU-lid kunnen we natuurlijk makkelijker handelen. En dat is ook weer goed voor de economie. Maar de partij wil op andere terreinen weer meer geld gaan uitgeven. Forum wil bijvoorbeeld dat we de NAVO-norm gaan halen. En 2% van ons BBP uitgeven aan defensie. Dat is nu 1,3%. Nou, meer geld moet er ook naar politie en justitie. Meer geld naar de zorg. Het eigen risico moet omlaag. En dus gaat de zorgbegroting een beetje omhoog. En er moet ook meer geld naar leraren. Nou, samengevat, wat leveren deze plannen nou precies op en wat kosten ze? Nou, er gaat dan minder geld naar immigratie, naar Europa, naar sociale zekerheid. Maar meer geld dus naar defensie, naar politie, naar de zorg, het onderwijs. Maar kan dat dan nog? Of komen we dan straks uit op een begrotingstekort? Nou, simpelweg, we weten het niet. Forum voor Democratie zelf ook niet. Want de partij weigert dus de plannen door te laten rekenen door het Centraal Planbureau. Nou, kijkend naar de verkiezingen van gisteren is de partij nu een van de grootste van ons land. En daarmee is het tijd om duidelijkheid te scheppen. Noblesse oblige.